En de NDP-parlementariër van Koroni, Joan Wilson, heeft gisteren in DNA aandacht gevraagd voor de onveilige verkeerssituatie in haar district. Dit deed ze tijdens de ingekomen stukken. Wilson is van mening dat de Oost-West-verbinding in het Kokos-district niet veilig is voor weggebruikers. Zit er veilig transport. We weten waarvoor dat nodig is. De Oost-West-verbinding van Koroni is men bezig voorbereidingen te treffen voor het asfalteren. Maar men let meer op de nutsvoorzieningen en de bedrijven die daarmee gepaard gaan. Voorzitter, we hebben maar 6 agenten en we merken dat het houttransport en de containers over deze weg nog blijven voortgaan. Voorzitter, met al de grote machinerieën van de meneer Baitali, dan hou ik mijn hart vast voor veilig transport voor de burgerij en al de andere mensen die deelnemen aan het verkeer. Van u uit naar de regering, voorzitter, of men meer maatregelen kunnen treffen, zodat we dan kunnen praten als het gaat over de Oost-West-verbinding, Jenny Nikeri, over veilig transport. Want zoals het er nu uitziet, dan is dat er niet. En met 6 agenten, dan is het ook niet te redden. NDP-parlementariër Joan Wilson gisteren in DNA. Ze heeft gepleit voor een veilige verkeerssituatie in Koroni.